Een veel gehoord antwoord op die vraag is dat het over drones gaat, militaire applicaties. En die hebben inderdaad wel de potentie om heel gevaarlijk te worden, zeker als ze zelf gaan beslissen over leven en dood. Maar ik denk dat op dit moment een groter gevaar komt van bepaalde algoritmes die op websites mensen blijken te kunnen beïnvloeden. Je kunt mensen de raarste dingen laten geloven, en ik geef bewust geen voorbeelden, maar mensen gaan dat geloven vooral omdat ze constant met bevestiging van dat beeld worden geconfronteerd. Omdat websites bepaalde filters toepassen en daarmee bewust of vaak denk ik onbewust mensen zo beïnvloeden dat je de raarste dingen kunt laten geloven. En dat zet dus eigenlijk, zonder dat mensen het zelf in de gaten hebben, mensen tegen elkaar op. En dat vind ik op dit moment de gevaarlijkste robot. Er zijn ontzettend veel robots die ons leven nu al beter maken en die ons leven nog verder beter gaan maken. En ik denk dat de meest bekende voorbeelden wel zullen zijn dat auto's in de toekomst gaan zorgen dat wij geen ongevallen meer maken. Hoeven ze niet per se helemaal zelfrijdend voor te zijn, maar wel dat ze vlak voordat wij een ongeval maken ingrijpen en zorgen dat het ongeval niet gebeurt. Dat is natuurlijk een gigantische positieve impact. Daarnaast zie je dat ook bij medische toepassingen robots artsen zo goed kunnen helpen dat de kans om ziektes te vinden en om mensen ook weer beter te maken echt substantieel vergroot wordt. Ik denk dat twee terreinen zijn waar we nu al iets merken en waar we in de toekomst nog sneller veel meer van gaan merken, ten positieve. Jazeker. Ik denk dat we nu al relaties met robots hebben, maar als je het echt hebt over liefdesrelaties en waarderen van robots, vriendschappen, dat gaat ook gebeuren. Er zijn van die filmpjes dat je mensachtige robots ziet lopen en die worden dan geplaagd en die worden zelfs omgeduwd en dan hoor je bijna iedereen altijd zeggen ah, wat zielig. Terwijl je gewoon naar wat mechanica, wat ijzer, wat rubber en wat draad aan het kijken bent. Dat is eigenlijk al heel raar. En dat geeft al aan dat wij gevoelens voor robots kunnen hebben. De belangrijke vraag is, kunnen die robots op een gegeven moment ook gevoelens voor ons ontwikkelen? En ook dat denk ik dat dat gaat gebeuren. En dan heb je het over echte liefdesrelaties tussen robot en mens, of misschien zelfs tussen robots en robots. Dat is een hele interessante vraag. Kan kunstmatige intelligentie ons het eeuwig leven brengen? En daar wordt heel veel over gesproken, omdat veel wetenschappers daar wel rekening mee houden dat dat gaat gebeuren. En dan moet je op een gegeven moment de vraag beantwoorden van, willen we dat wel? En als je dat wil, ben je dan niet zo verschrikkelijk risicomijdend dat je niks meer durft te doen, omdat jij bang bent 2000 jaar te verpesten en te verliezen. En misschien gaan we daardoor ook wel weer liever in een simulatie zitten waar we nog wel risico kunnen nemen, in plaats van dat we het echte leven nog aandurven. Dus ja, als dat eenmaal uitgevonden wordt, waar dus veel wetenschappers echt wel rekening mee houden, ja, dan komen we bij hele moeilijke ethische vragen. Als je het mij vraagt, ik denk dat ons dat wel een keer gaat lukken, dus dat we ook al daarover na moeten gaan denken.